Ja, dames en heren, tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video hier op dit YouTube kanaal. Vandaag gaan we naar de tweede categorie even werken. Ik heb weer geshopt. Ik ben bij Big Bazaar geweest. Daar heb ik niet zo heel veel dingetjes gehaald, maar een aantal leuke dingetjes. Wat ik natuurlijk met jullie wil delen aan het eind van de video, zou ik weer laten zeggen wat het kost heeft en alles. We gaan even kijken wat we daar gehaald hebben en dat telt natuurlijk ook bij de vorige op. En ons totale bedrag strakjes. Maar we gaan even kijken wat we bij Big Bazaar gekocht hebben. Goed, dames en heren, aangekomen bij het eerste product. Ik heb het bonnetje hier al en zoals ik al zei, natuurlijk ook neefjes en negen die met auto nieuw komen. Dus ik heb voor hun een party pack gekocht. En nou moet ik heel eventjes gaan kijken op deze bon. Combi is hier. Ik denk dat het hier vuurwerkpakket L is, denk ik. Even kijken, dat, ja, de CV-combi. Ik denk dat het deze zijn en die zijn, hebben €3,99 gekost. Ik ga nog even kijken, Ultra CV-pakket, of is het CV-pakket, het partypakket, maar zo staat het niet op de bon. Ik denk dat eerder trouwens deze €1,99 heeft gekost. Maar ja, wat ik al zei, ik heb een nichtje en een even, dus ik heb voor hun zo'n grappig pakketje gekocht. Nou, hier nog eentje, een partypack. Ja, ik denk dat het dus een CV-werkpakket is. Zat er op de bon. €1,99. En dan heb je twee pakketjes van. Dan gaan we door naar de volgende product. Ik heb hier niet zo heel veel gekocht. Gewoon een paar leuke, simpele dingetjes. Dadelijk heb ik aan het einde van deze video twee grote fonteinenpakketten gekocht. Dat wel. Ik heb ze wel uit de doos moeten verhalen, als kon ik ze niet vervoeren. Maar we hebben het over de compi accessoires. Daar hebben wij de, zoals je kan zien, twee van. En die zijn €1,99 per stuk trouwens. Ik denk dat die andere vuurwerkpakketten dus €3,99 waren. Nou, vuurwerkpakket large denk ik. Die zijn denk ik €3,99. Want dit is die compi assortrankt. Ja, deze zijn €1,99 per stuk. Nou, we nemen het even door. Wat zit erin? Iedereen kent dat eigenlijk al. Nou ja, je ziet het al. Krekkelingballen, discoflesjes. En in dat onderste discoflesjes zijn, maar dan met krekkelingeffecten. Deze twee bij elkaar €1,99. We gaan door naar de volgende. De Pili Crackers. 75 stuks. Kleine eitjes, knette eitjes eigenlijk. 75 in de doos. Per doos waren ze €2,49. Op zich leuk om te hebben, soort knetterlientjes. Dan wat kleiner en in een eitje. We gaan door naar de volgende alweer. Zoals ik al zei, wordt het niet zo'n hele lange video. De Rocket Bomb. Daar wil ik wat leuks mee gaan doen. Vandaar dat we één pakje gekocht hebben. De Rocket Bombs, 48 schoten, €1,49. Ja, ik wil daar iets leuks mee doen. Of het gaat lukken, weet ik nog niet. Maar dat zien jullie natuurlijk allemaal in de vuurwerkcompilatie volgend jaar. We gaan door naar de laatste. De Ultra Fountain pakketten. Er zitten maar liefst 16 fonteinen in. Volgens wel aan de prijzige kant, €14,99. Kom ik uit op een bedrag van €30. Daar heb ik er wel twee pakketten van genomen. Nou ja, ik heb ze nogmaals uit de doos moeten halen, omdat ik anders niet vervoerd kreeg. Dus, nou ja, we zetten ze op een rijtje voor u en we gaan het even allemaal langs. We kijken naar de eerste foto van het pakket. Daar zit in, we beginnen links onderin, een Lemon Pink White Pine Flower Cold Fountain. De Blue Star Cold Silk Fountain. De Green Star Plus Cold Stroke Fountain. Daarnaast ook nog eens een keer de Green Star Plus Stroke Fountain. En daaronder nog een Blue Star Cold Slick Fountain. Wat ook in het pakket zat waren drie zilver fountains. Drie zilver fountains. En wat er ook nog in zat was dit allemaal. De White Pain Flower Fountain Crackling. De Red Green Star White Skin Fountain. De Red Star White Stroke Fountain. De White Pain Flower Fountain Crackling. Lemon Spider Fountain. Red Green Star White Fountain. De Red Star White Stroke. En nog een Lemon Pink White Pain Ground Fountain. Nou, dan gaan we naar het eindscherm kijken wat we kwijt waren, wat we nu hebben. Dit is wat ik bij Big Bazaar heb gehaald, wat ik al zei, niet zoveel. Maar ik vond het allemaal een beetje aan de dure kant ook. Daarom dat ik daar niet zoveel gehaald heb. We gaan even kijken. Goed, dames en heren. Ik zei al dat het niet zo'n hele grote video zou worden. We krijgen hieronder het bedragenbeeld. €37,85 van die vorige, hè, van de eerste van Action. Dit is de tweede die ik bijkom. €48,41. Wat ik al zei, ik vond het best wel wat geld daar. Komen we op dit moment uit op een bedrag van €86,26. De derde video, dames en heren, heb ik wat vuurwerk geshopt bij Halvoorts. Onderdeel van bestelvuurwerk.nl. Daar gaat de volgende video over. Abonneer even, heb je dat nog niet gedaan. Vind je het nou leuk, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer trouwens in een reactie waar nog eventueel kat vuurwerk, één vuurwerk kan kopen. Maak ik ook dan nog een leuke video over. Ik zou zeggen tot de volgende. Bedankt.